Samsung is volgend jaar niet langer de enige officiële leverancier van de safety car en medical car in de Formule 1. Het Duitse merk zal die taak volgend jaar waarschijnlijk delen met Aston Martin. Aston Martin zal volgend jaar met zijn eigen team de Formule 1 betreden, wanneer het huidige Racing Point team omgedoopt wordt tot Aston Martin. Daar houdt het echter niet op voor het Britse merk. Volgens racefans zal de automaker bij 12 van de 23 races ook de safety car en medical car leveren. Aston Martin zal de taak delen met Mercedes, dat al decennia de officiële leverancier is van de officiële safety car in de Formule 1. Beide merken hebben al de nodige banden met elkaar. Zoals gebruikelijk wordt de safety car volgend jaar ook gereden door de Duitse Bernd Mailänder. Mailänder vervult deze taak sinds 2000. Alan van der Merwe zit achter het stuur van de medische auto, dat doet de Zuid-Afrika.